Het is nu 22 februari. Het is anderhalf jaar geleden dat ik begon met het inspreken van dagboeken. En afkoerste op de beslissing om mezelf kandidaat te stellen voor het premierschap. En een heftige tijd in te gaan van verkiezingsstrijd, verkiezingscampagne. Het is nu precies op de dag af 3 maanden na die verkiezingen. Geen premier, wel vicepremier. Ik heb misschien qua programma in de onderhandelingen wel meer binnengehaald dan gelukt zou zijn als wij de vragende partij zouden zijn geweest. De grootste partij met de premier. En ik ben een vat vol tegenstrijdige gevoelens. Ik heb het idee dat ik een enorme klus geklaard heb, terwijl die volgens mij eigenlijk nog moet beginnen. En de vraag waar ik misschien wel nooit een antwoord op zal kunnen geven, maar het gevoel wat me wel bekruipt is dat het misschien nog wel leuker is en ik er misschien nog wel gelukkiger van word in deze rol dan als het echt gelukt zou zijn wat ik 1,5 jaar geleden insprak. Nooit eerder verschafte een politieke partij zoveel inzicht in wat zich daadwerkelijk achter de schermen afspeelt. Nooit eerder ook legde een politieke leider zo openhartig rekenschap af over zijn voorbereiding op de strijd om het leiderschap van Nederland. Vandaag en volgende week in Tegenlicht programmamakers Rudy Boon en Kees Brouwer over Wouter Bos en zijn dagboeken. November 2005. Vreemd genoeg merk ik dat ik toch aanhik tegen iets wat er natuurlijk onvermijdelijk aan zat te komen. Namelijk het ook voor mezelf overduidelijk doorhakken van de knoop. Op een manier dat ik ook niet meer terug kan. Dat ik inderdaad bereid ben minister-president te worden. En daar heb ik lang over nagedacht en die beslissing had ik ook nog niet genomen, maar nu ik het gevoel dat het echt een point of no return is wat ik bereikt heb. En dat voelt toch anders dan de weken of de maanden hiervoor. Het is spannend en het is toch alsof je met iets heel nieuws begint. Ook al vindt de hele buitenwereld het totaal logisch. Nauwelijks meer nieuws, nauwelijks meer verrassend, lijkt het wel. Hoe zeg je in hemelsnaam dat je minister-president wil worden? Zo 1 zinnetje uit mijn speech is geweest waar ik heel veel op heb geoefend. Omdat je toch met een zekere vastberadenheid wil zeggen en tegelijkertijd bescheidenheid. En dan is het wel het zinnetje waarin ik dat zei. Nou, ik geloof niet dat het goed gelukt is, maar de boodschap is wel overgekomen, dat scheelt. Ik zie een land zonder zelfvertrouwen en zonder trots. Maar dit land kan echt heel veel beter. Dat wil ik niet alleen maar roepen, dat wil ik ook laten zien. Daarom wil ik ook uw premier zijn. Ging te snel. Ja. Ik vond eigenlijk het stukje over premierschap ging eigenlijk prima. Ja.
En ik bedoel, het was gewoon dat over Ruud was leuk en je grappen vielen. En je op een gegeven moment had je gewoon... Wat ga ik doen? We gaan eerst naar RTL. Dus we proberen camera dingen zo direct eerst daar te doen. En daardoor is het idee van Shell om mij om zeg maar radio en geschreven vers. Kom je even op jouw camera hier. Ik denk dat we moeten beginnen met ons af te vragen wat de meest cruciale vragen zijn die ik de komende maanden steeds weer zal moeten beantwoorden. En waar je heel overtuigend elke keer weer een antwoord op zult moeten geven. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon maar even brainstormenderwijs doen. Dat iedereen die denkt die vragen nu al te kennen, dat nu ook roept. En dan schrijven we ze op en dan kijken we eens even wat er komt. Wat is de eerste maatregel die premier Bos zal treffen? Wat gaat u terugdraaien? Waarom wilt u niet met de SP regeren? Waarom pakt u haar mee? Waarom stuurt u uw kinderen naar de school? Waarom pakt u alleen maar geld af van de mensen? Hoeveel doden accepteert u in Oeruzgan? Waar bent u het meest bang voor? Waar staat u voor? Voor een heel deprimerende exercitie. Ja. Nou, Stretje, aan zijn pissers heb je nog wat. Ja, waarom het wel eens gezonder? Nou, waarom die vraag, hoe kan dat u zo'n goed programma bij me hebben? Ik vind eigenlijk dat je gewoon moet beginnen met de vraag, waarom doe je dit eigenlijk? Ja. Dat is toch het begin? Welk is dat? Nou, maakt niet uit. Motivatie. Zit erbij, hè? Er staat het dus hoor. Je wilt binnen het leiderschap, oké, prima. Je wilt het land in feite bij elkaar houden, dat is cool, dat kan niet. Wat is hetgene waarmee je... Hoe wil je herinnerd worden als premier, stel je voor dat je dat geworden bent? Mercurius is een groepje vrienden, collega's, partijgenoten... met wie ik ooit voor het eerst een keer bijeenkwam in het Mercuriusgebouw in Amsterdam. En dat zijn we daarna eigenlijk elke twee maanden gaan herhalen. Dan schelden ze me de huid vol over wat ik nu weer verkeerd gedaan heb en... Na goed glas denken ze dan weer mee over wat er allemaal beter kan. Heel hard, maar wel met mensen die ik echt vertrouw. Dus ik kan er ook echt wat mee. Wat is uw droom en waar ligt u van wakker? Volgens mij moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, ik droom niet van politiek. Is het ook zo? Ja, ik droom nooit, ben je gek zeg. Ik ga niet van politiek dromen. Ik hoop wel dat je daarvan droomt. Van politiek dromen? Nou, dat je met de wereldproblemen bezig bent. Maar ga ik er niet van dromen? Tuurlijk wel. Dit droomt toch over vrede in het Midden-Oosten? Ja. Nee, maar dat was precies wat we wilden maken. Of een betere wereld, dan niet. Ik wil gewoon problemen oplossen die er zijn. Zorg dat mensen daar een beetje gelukkiger van worden. Dat mensen een beetje behoorlijk kunnen wonen. Kinderen naar een goede school. Ouders in een behoorlijk verzorgingshuis. Jeetje, dan maak je een boel mensen gelukkig. Nee, maar dat is niet groot, weet je wel. Dat is niet de visie, dat is niet de droom. Dat is een druk die ik voel waar ik altijd heel kriegel van word. En dan word ik bokkig. En dan voel ik toch druk dat het zo moet. En, Kok kreeg toch ook altijd verwijt dat hij geen visie had? Kok wilde ook gewoon zorgen dat mensen het een beetje beter hadden. Dat gaat dus over school, dat gaat over verzorgingshuis, gaat over je portemonnee, gaat over een baan. Veel moeilijker dan dat is het niet, weet je? Dat is al best wel ingewikkeld overigens ook, toch? Maar het is geen droom hoor, jongens. Ja, echt wel. Het is gewoon ploeteren van dag tot dag. Echt. En, is dat visie? Voor mijn part, maar... Gooi de mond maar open, hoor. Ja. Ja, mooi. Nee, ontspan maar eventjes. Gewoon even helemaal niet. Nu die blik die gewoon weer een paar duizend nieuwe kiezers op... Ja, oké, nieuwe film. Kom maar door. 1000 vind ik wel heel bescheiden, 1000? Hoor. Is dat bescheiden? Ja. Dat is te bescheiden. Ik bedoel, als 1000 mensen mijn boek zouden kopen, zou ik alweer heel blij zijn. Ja, nou, dat is een andere aan. Ja, oké. Kijk maar even in de camera. En ontspannen. Gewoon echt ideale schouder. Ja, kom maar. Ja. Ja, ontspannen we. Ja. Het is moeilijk en vervelend om erover te praten, maar het is wel iets van, kan er iets aan jou gedaan worden? Nee. Maar kan er iets aan jou, van jou getoond worden wat we nog niet gezien hebben? Waardoor de vintage Bos of de echte Wouter Bos of de onverwachte Wouter Bos een eigen soort momentum krijgt. Wat je de vorige verkiezing natuurlijk ongelooflijk had, hè? Dat ging maar door van, jeetje, en dat... Ik herinner me nog die bijeenkomst in Utrecht, man. Dat je ook werd als een popster ontvangen in die zaal. En dat gaat dus nu niet meer gebeuren. Dat moeten we ons wel realiseren. Hebben we nog iets echt origineels in de picture voor de komende campagne voor jou? De vegetariër Bos. Nou, nee. Dan zie je ook opeens hoeveel beter deze is, hè? Ja.
Ja. Weet je wat, als ik heel eerlijk, ik vind hem te braaf. Hm? Ik ook. Ik vind hem echt een heel erg ideale schoonzoon. Ja. Hier. Nou, wat doen we eraan? Ja, ik weet niet hoe jouw haar normaal zit. Iets wat losser. Ja. Lint. We moeten toch proberen iets minder braaf. Mag iets, braaf, mag iets meer gewoon... Misschien gewoon iets met gel of zo. Ja, even iets, iets spannender. Ja, volgende Polaroid. Die voelde goed. Het lijkt wel alsof mijn boodschap over het minister-presidentschap verandering teweeg brengt in hoe er naar ons gekeken wordt en hoe er op ons gelet wordt. Alles wat ik zeg, alles wat ik doe, wordt nieuws en wordt interessant gevonden en wordt onder een vergrootglas gelegd. En het is nog best moeilijk, vind ik, om daarmee om te gaan, want ja, voor je het weet ga je daar te veel over nadenken en ga je er te veel rekening mee houden en raak je ook een heleboel spontaniteit kwijt. Maar ja, al te naïef wil ik toch ook weer niet zijn. Ja, hij is gewoon heel intens. Het is al pfff. Ja. Dit is wel een man met een mening. Dan heb ik wel zoiets van die man die gaat me wat vertellen. In zo'n boek waar het over jou gaat en jouw ideeën, stel je terecht de toekomst van Nederland centraal. En ik ben er erg van overtuigd dat vertrouwen, zelfvertrouwen en leiderschap, bindend leiderschap in jouw eigen woorden, essentialia zijn, willen we Nederland ook weer die betere toekomst kunnen geven. Kort en goed, heel veel dank voor deze eer die mij te beurt is gevallen. En vooral heel veel geluk met dit boek en heel veel geluk met alles wat er op mogen volgen. Dank u wel. Fantastisch. Veel tijd om al te bewust bezig te zijn met de minister-presidentsvraag nadat ik hem beantwoord heb, krijg ik gelukkig niet. In januari wordt mijn tweede dochter geboren. Er volgt een gemeenteraadsverkiezingscampagne. Het zijn ongelooflijk drukke tijden. En tot en met 7 maart ben ik alleen maar bezig. En heb ik nauwelijks de tijd om ergens bij stil te staan. Laat staan bij wat er wel niet allemaal voorbereid zou moeten worden. Nog richting de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Laat staan eventuele deelname aan het kabinet. Laat staan mijn eventuele minister-presidentschap. Mag ik jullie aandacht voor onze partijleider? Dames en heren, Wouter Bos. De uitslag van vanavond. PvdA had er 1317, nu 1988. Dat betekent een winst van 671 zetels. Beste mensen, ik heb een speech voorbereid van 2 woorden. Het eerste woord is gefeliciteerd. En het tweede woord is bedankt. Al mijn adviseurs vertellen me de hele tijd dat ik ook moet bouwen aan een internationaal netwerk. Want dat van pas komt als je dan misschien minister-president bent. Het is een van de dingen waar ik het minst makkelijk toe in beweging te brengen ben. Ik vind het verschrikkelijk. Maar er zijn ook gelukkig wel wat leukere clubs. Met name de club rondom Tony Blair, Policy Network. Daar ga ik graag naartoe. Daar leer ik wat. Daar zijn discussies van hoog niveau. Veel mensen uit de academische wereld. Dat is gewoon spannend. Tony Blair en ik probeerden elkaar al een aantal jaren lang wat langer te spreken. Nu was het weer Londen. Hij zou er zijn. Hij was er natuurlijk weer niet. Nou ja, als goedmakertje mocht ik hem vervangen bij de opening. The next person who's going to speak to us does, in my view, represent as much, if not more than anyone, the new wave of progressive thinking in Europe. Wouter Bos is not only leader of the Dutch Labour Party, he is, in my view, probably the most original, most outspoken and personally charming of Europe's centre-left leaders, which I think accounts in some measure for his effectiveness, which has received testimony of late in the Dutch local elections, as opposed to the British local election, when he led his party to a landmark victory. I love you too, Peter.
moet er wel een beetje om lachen hoe ik op internationale bijeenkomsten zoals die van Policy Network alom gezien word als een grote belofte die enorm veel aan vernieuwing gedaan heeft rond modern progressief denken. Terwijl ik in Nederland de hele tijd mezelf moet verdedigen over de vraag of ik eigenlijk wel een mening ergens over heb of dat ik niet te kleurloos ben. Nou ja, schouders ophalen en stug doorgaan lijkt me. Mental space to think and rethink about what it is that actually distinguishes you from your political opponents. And it is on that issue that I'd like to share with you some thoughts on what possibly the distinctive futures of progressive politics could be over the next decade or so. And maybe I should start with what I believe that it shouldn't be. Nothing should change if we want things to get better. And that is all too often the slogan under which the old left operates in Europe. And almost every reform of the welfare state is then rejected as a neoliberal ploy to erode social systems and to deprive workers of their rights. And those who take this position refuse to accept one simple truth, and that is that the challenges facing European nations are so daunting that reform and change are necessary if we want to strengthen social cohesion, not just between rich and poor, but also between generations and also between people of different ethnic origin. Het is wel ongelooflijk interessant om te merken hoe ook het meest progressieve deel van de Europese progressieve beweging, zoals dat bij Policy Network en rondom Blair toch echt aanwezig is, hoe dat worstelt met alles wat te maken heeft met immigratie, integratie, ras, etniciteit en cultuur. Dan lopen wij in Nederland echt voor. Maar die Engelsen ook, die lijken wel niet verder te durven gaan dan te zeggen, we moeten het erover hebben, het moet op de agenda staan. Maar wat je er dan ook eigenlijk van vindt en wat je ermee moet, daar hoor je ze nauwelijks over. Toch kennelijk nog angst. Maybe I could just play the bad guy for a minute or so. I was intrigued by the fact that we had a presentation on France for about 20 minutes, which was very interesting, without the word race relations or inter-ethnic relations mentioned at all, after having seen the riots in France, for example. And as soon as the question is, what are we actually going to say about it, or what are we actually going to do about it, there's a huge silence, and I find that very disappointing. Het is nog geen bordesscène. Hey Van Hulten, ben je wakker? Waar was onze campagneleider toen het over campagnes ging? Heb je mijn sms'jes niet gezien, Wouter? Nee. God, wat fascinerend vanochtend. Het was weer een hele sessie over politieke strategie. Iemand die dus 20 minuten over Frankrijk praat zonder het te hebben over die rellen daar. Ja. En die zegt, ja, we moeten iets doen met middelklasse en lagere klasse. En het feit dat die twee dus in steeds grotere mate van kleur gaan verschillen. Maar die is genoemd. Ongelooflijk. Nou ja, we zijn toch een beetje de aanjagers en de voorlopers hier, hè? Dus we leren er zelf steeds minder van. Dat ook. En nu de next prime minister of the Netherlands. Wouter. Still got a lot of work to do. Ik word af en toe een beetje bang van het optimisme in mijn directe nabijheid. Zeker ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Alsof de buit al binnen is. Alsof het zeker is dat we de volgende Tweede Kamerverkiezingen gaan winnen. Zeker is dat ik minister-president kan worden. Ik ben waarschijnlijk zelf degene die daar nog het meeste aan twijfelt. Omdat er nog zoveel kan gebeuren. Ik heb er wel vertrouwen in, maar optimisme waar ik dat overal zie, probeer ik echt de kop in te drukken. Ik wil toch wel eens weten wat de Partij van de Arbeid nou werkelijk wil. Als ik nou zie in december voor de gemeenteraadsverkiezingen, december 2005, komt een mooi boekje uit van Bos. En daar zegt hij letterlijk. Ik ben tegenstander van het inkomensafhankelijk maken van de AOW. Ik ben een tegenstander van het fiscaliseren van de AOW. Dat staat daarin. Nee, ik heb vrij. Moet het goed lezen? Hier, dit is pagina 89 van uw eigen boek. En in de toekomst van Nederland. En dan staat het zelf gelezen. Ja, je had het me gegeven. Ik kreeg het was heel vriendelijk hoor. Ik kreeg het gratis van hem. Stond een mooie opdracht. Ja, dat is wel mooi. Ook het zeker zoveel beter. En toen heb ik het gelezen. En toen heb ik het gelezen. Maar toen zag ik hier staan dat wat mij betreft, dat is dus Bos, tenminste als hij het boek zelf geschreven heeft. Wat mij betreft dus geen inkomensafhankelijke AOW. Ja, en 4 maanden later, wat zegt hij? Ik ga het inkomensafhankelijk maken. Ja.
Oké, nu ben ik even CDA. Die Bos die komt met een heffing. En die zegt, die hoef je alleen maar te betalen als je ouder bent dan 65. En als je jonger bent, dan hoef je die heffing niet te betalen. En toch zegt hij dat het geen ouderenbelasting is. Snapt u dat nou? U voert een bejaardenbelasting in, toch? Meneer Bos, ja of nee? Meneer Bos, ja of nee? Nee, meneer Bos, ja of nee? Je moet met pensioen gaan om uw bosheffing te kunnen betalen. Dat lees ik toch goed hier? Ja, dat lees ik. Het is wel een oudere belasting. Dat lees als het hier niet doorgaat. Volgens mij moet ik daar een vrij stoïcijnse manier vinden. Dus jongeren betalen de heffing niet, meneer Bos? Nee. Die dragen op andere punten in ons programma voor weer heel andere dingen bij. Break. Sorry. Ja. We denken er even over na. En we gaan aan de lunch verder. Toch, Anker, ik weet zeker, je moet eigenlijk bij de hele AOW-kwestie gewoon geen antwoord geven op de vragen, maar meteen de aanval inzetten. Dat wil zeggen, journalist moet je antwoord geven. Maar elke CDA die erover begint, moet je alleen maar terugbeuken. Ja, en dan engage. Heel hard. Ja, maar de journalist wil... Gebruikt u zulke woorden tegen mij, terwijl u voorstelt om... Wow. Weg. Maar een journalist ja. Wil ja of nee. Het... Nee, oké, maar dat krijgt u. Nee, maar bij die bejaardenbelasting moet je volgens mij zeggen... U zou gelijk hebben gehad als ouderen nog nooit meebetalen aan... Dat doen ze wel. Dat doen ze al sinds 96 met instemming van CDA en VVD. U zou ook gelijk gehad hebben... Als we mensen die nu AOW hebben, zouden hebben aangepakt. Want die kunnen zich niet verweren. Maar we kiezen heel zorgvuldig voor toekomstige ouderen. En iedereen wordt een keer oud, dus dit gaat iedereen raken. Dat moet je antwoord zijn. Maar het zit hem in de overtuiging, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Mensen houden er ook van als ik van me afbijt, hè? Maar ja, dat kan ook weer verschil zijn tussen de zespuntenkiezers en de trouwe achterban. Nee, maar goed, ik bedoel de maar je moet zeg maar wat u eerlijker vindt. Twee keer zoveel bezuinigen op de zorg. Maar met CDA, daar mogen de vonken vliegen. En dan, dat hoort daar ook bij. Daar hoef je juist niet ja of nee te zeggen. Maar met de journalist moet je voor jezelf helder hebben. Zeg ik ja of nee. En dan overigens wel een wat dat dan materieel verder betekent is weer van een andere orde. Maar je mag nooit een discussie laten ontstaan over die Bos. Hij is aan het draaien, want hij zegt geen ja en hij zegt geen nee. Een goedenavond met Wouter. Ik ben op weg naar de koningin. Jij moet denk ik vanavond nog. Zou je mij nog even kunnen bellen? Dank je. Ik heb 3 uur in bed gelegen na dat debat over Ayaan. Ik heb nauwelijks kunnen slapen. De adrenaline gierde door mijn hoofd en... Hoewel het natuurlijk eigenlijk een diepdroevige vertoning was, was er ook iets uitgelatens. Want oppositievoerders is natuurlijk heel vaak frustrerend. Je krijgt zelden wat voor elkaar. En volgens mij is dit eigenlijk een van de eerste debatten geweest die ik gevoerd heb. Waar je niet alleen maar kunt laten zien wat je ergens van vindt en daarmee indruk kunt maken. Maar ook gewoon iets voor elkaar kunt krijgen. En we hebben voor elkaar gekregen dat het kabinet gevallen is. En ja, het voelt eigenlijk best goed. Wouter. Hey, hallo. Hebben jullie behoefte aan lang wachten met verkiezingen of weinig wachten? Oké. Ga je concreet een datum noemen? Het zou mooi zijn als je dat zou doen, want Femke en ik en Jan doen feitelijk hetzelfde. André denk ik ook.
Oké. Terug van de koningin. Ik hoop ontzaglijk dat mijn vakantie nu echt mag beginnen, want verkiezingscongres gehad, mezelf kandidaat gesteld voor het premierschap, kind gekregen, verkiezingscampagne gevoerd, verkiezingen gewonnen, naar India geweest, jetlags, AOW-discussie gevoerd, kabinet gevallen. Ik ben gewoon dood op. Ik wil slapen, ik wil leuke dingen doen en even helemaal geen politiek. Krankzinnig vak eigenlijk. Hey schat, met Wouter. Vertel eens. Diederik, Sherlo, get in there. Oké. AOW. De conclusie rond dit onderwerp, om even alle illusies weg te nemen, is dat het voor ons moeilijk zal blijven tijdens de campagne. Maar dat er wel manieren lijken te zijn om daar op een goede en onderscheidende en wellicht ook profitabele manier mee om te gaan. Kern blijft, wij stellen die AOW veilig. Claim dat, eigen jezelf dat toe. We vragen van toekomstige ouderen, we vragen dus niet van ouderen, we vragen niet van AOW'ers. Vraag van toekomstige ouderen. Vergeet dat woord nooit. Naar draagkracht en bijdrage. Vermijd een woord als fiscaliseren. Dat is techniek. Dat is voor de ouderenbonden en de techneuten interessant. Mensen willen gewoon weten hoeveel ze moeten betalen. Dan zal ze verder worst wezen of dat linksom of rechtsom gaat. Meneer Bos, ik heb net uw plannen gelezen. En ouderen gaan bij u 38 euro per maand extra betalen. Om aan de AOW te betalen. Bij ons hoeven ze dat niet te betalen. Meneer Verhagen, 38 euro per maand. Meneer Verhagen, ik heb uw programma gelezen. En u bezuinigt 2 keer zoveel op de gezondheidszorg als u de afgelopen jaren bezuinigd heeft. En al die AOW'ers weten precies wat dat met hem mee heeft gebracht. U pakt die mensen keihard geld af, terwijl u zegt dat er rust in de tent zal komen. En wij zeggen tegen die mensen, we geven u geld terug dat u de afgelopen jaren door Verhagen en consorten is afgepakt. We gaan deze maatregel helemaal niet toepassen op u, maar we vragen van toekomstige ouderen, en dan nog alleen maar als ze een wat ruimer aanvullend pensioen hebben, of zij een bijdrage willen leveren om de AOW ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. Meneer Bos, u heeft veel woorden nodig. De mensen in het land begrijpen heel goed dat bij u de AOW'ers gepakt worden en bij ons niet. Meneer Verhagen. Dit is het orgel van hoop en vrees. Alles wat naar rechts zit, ben jij beter. Alles wat naar links zit, is Jan-Peter beter. Dus, wat zie je? Bos, verfrissend, staat dicht bij de mensen, straalt gezag uit, komt op voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dus als je eens even naar die eerste 5 kijkt, dan zie je daar in feite modern, bindend leiderschap. Als je dan vervolgens even naar de onderkant kijkt, degelijk, betrouwbaar, oprecht, integer, iemand die deugt, met goede bedoelingen en op competent. Nou ja, dat zijn dus de oordelen. Zegt niet, dit gelijkspel. Zegt niet dat mensen vinden dat ik niet deug. Dit zegt dat er meer mensen zijn die vinden dat hij deugt dan ik deug. Ja. Maar goed, hier zie je wel, denk ik, het strategische veld liggen. Nou ja, wat we dus zien is een zeer sterke omslag in waardering voor Balkenende. Dus 4 maanden geleden werd hij echt gewoon weggehoond. Is eigenlijk nog een betere formulering. En nu staat hij voor degelijk en integer. Nou ja, dat zijn precies de 2 hoofdkenmerken van die mensen zoeken in een politiek leider. Maar bij jou bestaat ook echt de vraag van, ja, wat motiveert hem? Is het nou, ja, even scherp doorgetrokken, sta je onder de verdenking dat je het voor jezelf doet in plaats van voor de samenleving? Bos, die kan het verschrikkelijk mooi zeggen, maar het is te mooi.
Hij laat ook te weinig van zichzelf zien, is het gevoel. Van wie is dat nou? De echte Wouter Bos ken ik niet. En eigenlijk dus dat gevoel van, ja, die man kan het heel mooi zeggen, maar ja, word ik dan niet ingepakt? Word ik eigenlijk niet als de rattenvanger van Hamelen verleid zonder dat ik het in de gaten heb? Draaikont slik. En mijn conclusie is wel duidelijk. En ik begrijp ook dat het CDA dezelfde conclusie heeft getrokken. Dat zonder interventies we deze karaktervraag in ieder geval verliezen. Tenslotte. Ook dit nog even. We hebben het gehad over op de persoon spelen, inhoudelijk blijven en dergelijke. Maar de grote vraag bij dit alles, en ik zeg heel eerlijk, dit is een... Mijn persoonlijke verwachting is dat als er dirty campaigning komt vanuit het CDA, dat niet vanuit Balkenende zal gebeuren. Dat past niet bij zijn status en zijn rol. Ik verwacht ook niet dat dat via de tv-spotjes zal gebeuren. Dat zit ook nog te dicht bij hem. Maar we moeten er zeer wel rekening mee houden dat vanuit de tweede lijn, de vieze mannen van het CDA, dat daar gewoon een paar mensen aangewezen worden. Dat daar een paar mensen worden aangewezen met Bos de Klos en Bos pakt pensioentjes af. Die dit werk wel op die manier gaan klaren. Als dat zo is, zullen wij serieus moeten overwegen of wij niet onze vieze mannen of vrouwen dan hun richting opsturen. En het CDA laat arme bejaarden voor hun eigen bejaardentehuis betalen. Weet je, dat type van dikhout, zaag met planken gaan we dan allemaal krijgen. Daar zullen we op voorbereid. Ja, ik begrijp dat dit allemaal heel boeiend en spannend is. En leuk en dat iedereen zich nu als vrijwilliger aanbiedt om die rol te spelen. Maar als je ziet dat je imagoproblemen al zit in de sfeer van betrouwbaarheid en oprechtheid, dan is het bloedlink om zelf gemeen en vies te gaan zitten doen. Ook al zit je tegenover Verhagen. Dat is dus een enorm probleem voor mij, want ik ben ook de enige die tegenover Balkenende staat. En ik moet dus twee rollen steeds spelen. En dat schuurt met elkaar. Ik moet vies terugdoen tegen Verhagen. En ik moet staatsmanachtig terugdoen tegen Balkenende. De opstelling van Verhagen destijds bij Nova, waarin hij zei van je pakt de pensioenen af. Dat vind ik dus al dirty campaigning. Ja. En heel eerlijk gezegd, toen ik daarnaar zat te kijken, vond ik het geweldig dat je twee keer heel inhoudelijk en rustig bleef. Maar wat mij betreft had je de derde keer erop en erover gemalen. Ja. Nou ja, kijk, het grote probleem is, op dit moment, als ik dat doe, dan gaat daarna Balkenende zeggen, toen nou jongens en meisjes, kun je niet een beetje redelijk met elkaar omgaan? Ik zou toch heel graag in PB-verband een keer willen nadenken over what if. Ja. Wat if wat? Als we verliezen. Als we verliezen? Wat wil je daarover nadenken? Dat we een scenario klaar hebben liggen voor wat we dan gaan doen. Nou, daar ga ik voorlopig geen enkele energie aan besteden. Dat vind ik niet verstandig. Ja, maar dat brengt je helemaal in de verkeerde mood. Maar dan is het signaal wat jij afgeeft. Ik kan daar niet over nadenken, want ik wil zit het niet. In de winning mood. Maar misschien moet je wel toch mensen de ruimte geven om erover na te denken. Dat er toch een draaiboek klaar ligt als. Kijk, het is net hetzelfde als een paraplu. Als je een bij je hebt, gaat het niet regenen. Ja. Maar als je hem niet bij je hebt, word je zeiknat. Ja. Ik wil jou niet uit het land brengen en niet uit de mood waarin je zit. Maar? Ergens in je ziel moet een hoekje zijn van welk laadje trek je. Ja, dat is wel. Maar. Probeer het maar. Maar reken niet op veel respons. Het is interessant om te zien hoe iedereen op de spanning reageert. Ik heb 3 jaar lang tegen iedereen gezegd, reken je niet rijk. Tegen de tijd dat er verkiezingen zijn, zul je zien dat Balkenende populair wordt en het goed gaat met de economie, het nog ongelooflijk moeilijk gaat worden. En nu worden er toch wel heel erg veel mensen om me heen erg zenuwachtig en erg gespannen. En zie je, bij sommige mensen die kan ik toch wat te naïef optimistisch waren, het enthousiasme van een paar maanden terug rondom de gemeenteraadsverkiezingen wel inzakken. Dat baart me wel zorgen, want als mensen er zelf niet meer in gaan geloven, dan wordt het echt moeilijk. En ik ben natuurlijk de laatste die van twijfels blijk mag geven. Ik moet iedereen motiveren. Ik moet zorgen dat iedereen er wel in blijft geloven. Maar ik moet toch al bezig zijn ook met wat er gaat gebeuren als we niet de grootste worden. En of we dan eventueel wel met Balkenende gaan regeren. En of ik dan eventueel onder Balkenende dien. En toch moet ik er wel mee bezig zijn. Dat is een beetje eenzaam nu en dan. En zeker niet altijd makkelijk.
Ik bedoel, ik ga niet later... Ik bedoel, ik heb er geen zin in. Maar, er is een geloofwaardigheidsprobleem als je elkaar te vuur en te zwaard bestrijdt en dan wel samen in een kabinet gaat zitten. Maar als mijn toetreding tot het kabinet betekent dat daardoor de PvdA in de regering komt, dan moet ik dat doen. Dan moet ik over alles heen stappen. Dan moet ik dat gewoon doen. En in ieder geval kan het niet zo zijn dat mijn onwil om onder Balkenende te dienen betekent dat we niet in de regering komen. Gelukkig hebben we hele lange formatietijden voor Nederland. Omdat, ja, wel, maar die vraag die ga ik nog vele malen ga ik die krijgen. Ja. En, dat is dus eigenlijk ook de hele serie. Wat vind je daar van Balkenende? Wat vind je er goed aan? Wat vind je er slecht? Het zit allemaal... Ja, maar die zijn nog wel... Daar kom ik nog wel uit. Er is altijd... Ik ben niet de broer van een paar complimenten en zo. En, normen en waarden en allemaal. Kom ik wel uit. Fatsoenlijk mens... Meen ik ook nog. Maar u heeft eerder gezegd dat u niet onder Balkenende wil doen. Ja, als dat... ik weet het niet meer of ik dat echt gezegd heb. Dat staat mij ook bij. Ja? Ik vind het een van de allermoeilijkste vragen om antwoord op te geven. Omdat ik enerzijds het gevoel heb dat ik mezelf ook niet te groot moet achten om... als het belang van de partij, laat staan het belang van het land dat vraagt, dat toch te doen. Ja, tegelijkertijd als je dat... In de campagne, als je daarover gaat filosoferen, ben je al weg. Want er is maar één ding waar ik nu mee bezig moet zijn. En dat is winnen en groter worden. Collega's, zo heet dat dus vanaf vandaag. Allemaal collega's, hartstikke goed dat jullie hier vandaag zijn. Het wordt een prachtige tijd, hoe dan ook. Vandaag is het een vrolijk plaatje met allemaal nieuwe kandidaten en iedereen heeft er zin in. Maar zelf zat ik toch vannacht nog tot een uur of één met huilende collega's aan de lijn. Want... Achter het vrolijke plaatje gaat ook wel een boel leed schuil van collega's die het niet gehaald hebben. En niet iedereen begrijpt dat natuurlijk. En een aantal mensen heb ik moeten teleurstellen hoe goed je probeert dat mensen erop voor te bereiden. En ik merk ook wel dat het mezelf aangrijpt. Het is niet alleen mentaal, maar ook gewoon fysiek uitputtend. Veel mogelijk van jullie op die bankjes in de Tweede Kamer te zitten. Dankjewel. Nou, je kon erop wachten natuurlijk. De eerste nieuwe kandidaat die zichzelf in problemen brengt omdat hij dingen roept of dingen zegt die haak staan op wat de partij vindt of wat in het verkiezingsprogramma staat. En nu zijn het vooral de verhalen rond Turkse kandidaten die wel of niet de genocide destijds gepleegd op de Armeniërs zouden hebben ontkend. Felle discussies daarover in de Nederlands-Turkse gemeenschap. En als je als Turk zegt dat er wel een genocide is geweest, schijn je daarvoor zelfs strafrechtelijk vervolgd te kunnen worden in Turkije. Dus je vraagt ook nogal wat van mensen om te zeggen dat er genocide is geweest. Lijkt erop dat een van onze kandidaten ook nogal actief in die ontkenningsdiscussie is geweest. Dus, hoofdpijn dossier 1. Erin duiken en kijken wat we kunnen doen. Nee, maar dat lijkt me ook sterk, want Nebhat heeft kennelijk nooit zich onder die druk voelen staan. Sowieso lijkt me, Michiel, dat je hier even met mijn Nebhat er maar het beste over kunt praten. Kijk, ik heb het gevoel, als we op een gegeven moment denken dat dit onbeheersbaar wordt, kunnen we maar beter zo snel mogelijk de pleister van de knie rukken. Met zelfs extreem ultieme consequenties voor hem. Maar alles beter dan het nu lang door te laten etteren. En het beste zou dus waarschijnlijk toch zijn als hij samen met Nebhat een formulering kan vinden. En ja, ik ben geneigd te zeggen dat inderdaad de formulering moet gewoon zijn dat hij het standpunt van de fractie steunt. Punt uit. Oké, hoi. In jouw leven, dat vragen mensen zich af. Precies als jij zegt, waarom denk jij nou dat je dat gaat doen? Want ik vind ook dat de wereld beter moet. Dat verhaal dat begint uiteindelijk in 2002. Dat wordt heel snel pathetisch, hè? Maar gewoon kijkend naar de mensen die naar het graf van Fortuyn gingen, of de mensen die langs de weg stonden toen Fortuyn in die auto over de snelweg ging, hè? Toen hij in zijn kist
Dat waren onze mensen. Dat waren onze mensen. Er zaten ook vreselijke mensen, maar 80% waren onze mensen. We hebben ook hele vreselijke mensen. Maar 80% waren onze mensen. Dan moet je dat terugroepen. Dan moet je de soort dan terugroepen. Ja, maar als jij mij vraagt wel, wat was het moment waarop zeg maar de vechtlust ontbrandde van oké, nou dit karwei ga ik eens op me nemen en ga laten zien dat het voor me wel kan. Dat was toen. En toen heb ik me daarna gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. Is dat het toch ook gewoon? Dat is toch ook simpel? Ja, tuurlijk is het. Maar kijk, het gaat ook om dat je motivatie zoekt en wat je wilt bereiken. Hele motivatie voor zeg maar de klim van Kamerlid naar partijleider en nu minister-president is helemaal terug te voeren op 2002. Op niks anders. Er moet een emotioneel iets extra bij zitten. Er moet een emotioneel appel meer in zitten misschien. Wat niet over jezelf gaat, maar ook gaat over iets bozigs. Iets wat verdomme, wat moet ik naartoe bij deze samenleving? Er moet er vooruit. Er gaan dingen mis. Er moeten dingen veranderen in het land voordat we anders dan... Dan glipt het uit onze handen vandaan. Bindend leiderschap heeft ermee te maken. Wat is datgene wat je bereikt hebt? Gratis kinderopvang. Nee, maar goed, prima. Ja, maar probeer eerst een keer, want dit is de makkelijke reactie. Je moet eerst, hoe zou je herinnerd willen worden? Welke dingen wil je voor elkaar krijgen? Mogen ook opschrijven, hoe zou je herinnerd willen worden? Wat is hetgene, hoe ziet Nederland eruit na 4 of 8 jaar Bos? Ja. Ik wil, dat probeer even alle Nederlanders zijn, ik wil probeer tussen de mensen zijn. Dat kan een manier zijn om op een andere manier uit te beelden wat je daarmee bedoelt. Dat je boel ook bij elkaar wil houden. Alleen dat geeft wel weer een in beelden wat je wil zijn. Wat voor manier dat wil zijn. Maar het is een antwoord waar je volgens mij... Ik in gaan vullen. Je ziet de cynische blik van Witteman al als je zegt... Wat wilt u in het bos nou? Ik wil premier van alle Nederlanders zijn. Ga. Ja, ben je ook mee bezig? Je bent alles aan het bekritiseren nu. Je moet je nu even gewoon laten verleiden om... Dat iemand even die journalist is en die vraagt. Nee, ik wil dat ook jullie nadenken. Want daarvoor zitten jullie ook hier. Over wat nou het type antwoord is, wat werkt. Maar oké, denk even door. Wat... En dan zeg ik, het type antwoord wat gaat over... ik wil premier van alle Nederlanders zijn... is het type antwoord wat niet zal werken. Nee. Daar heb ik niks aan. Goed, en wat mee verder. En het type antwoord, ik wil 3 dagen gratis kinderopvang... voor elk kind in Nederland, werkt ook niet. Dus welk type antwoord werkt nou wel? Maar ik ga toch een wedervraag stellen. Hoe zou jij het liefst willen... Wat is het ultieme doel dat je wil bereiken? Hoe zou je het liefst herinnerd willen worden? Wat is Nederland over 4 tot 8 jaar? Ja. Ik bedoel, Is het heel veel rijker geworden? Is het teruggegaan naar de jaren 90 waarin het allemaal prettig was en sociaal? Je wil de krant opslaan en je wil trots zijn op je land. Nou, trots op je land. Je wil dingen lezen waarvan je denkt, dat hebben we toch eigenlijk hartstikke goed in geregeld. Daar ben je nu niet trots op. En je wil dat ze in het buitenland ook zo over je praten. En dat gebeurt veel te vaak op veel te veel onderwerpen niet. Nou, dit komt wel aardig in. Zo werkt het, maar ik vind het een kut antwoord. Ja, ik vind het ook vreselijk. Maar zo zit het wel. Nee, maar eigenlijk zeg je dus van mijn droom is de status quo. Het heeft te maken met trots. Maar wat is er vreselijk aan? Wat is er vreselijk aan trots op je land zijn? Omdat het niks zegt. Nee, het zegt heel veel. Het zit er een heel laag onder van wat je allemaal wilt doen om het land weer trots te maken. Je wilt mensen aan het werk hebben, je wilt mensen veilig zaken laten lopen. Alle politici zeggen vandaag de dag dat ze trots op hun land willen zijn. Dat ze willen werken aan vertrouwen. Dat ze de angst willen wegnemen. Het zijn allemaal gemeenplaatsen geworden. En die spelen bij mij ook qua motivatie en bij wat ik wil. Maar daarmee zijn ze dus niet, op dit moment niet onderscheiden. Dat is het moeilijke. Je moet zoeken naar een manier van formuleren waarmee het niet alleen nog steeds echt is en klopt en bij je past, maar ook nog een keer onderscheidend is. En al die woorden en begrippen zijn gekaapt. Als Mark Rutte op het moment dat hij het leiderschap van de VVD aanvaardt, alle woorden en zinnen gebruikt die ik in mijn boek heb opgeschreven, dan dat is een bevestiging daarvan. Maar jij kan ook nog kapen. Sommige dingen zijn niet gekaapt. Trots is niet per se door iemand geclaimd. Ik heb het idee, Marco, mijn eigen gevoel is dat er hele lange verhalende stukken in zitten... zeg maar, die niet onderbroken worden door applaus. Niet onderbroken zullen worden door applaus. Dan onderschat ik dat altijd, hoor, maar toch... die niet onderbroken zullen worden door applaus, maar dat ik ook niet weet of ze blijven boeien. Jawel, je krijgt applaus op het moment dat je die laatste zinnen ook gewoon neerzet en niet overheen praat. Ik begrijp maar niet waarom al die journalisten blijven schrijven dat ik de gedoodverfde premier ben en dat wij wel even zullen winnen. Ze moeten toch ook gewoon de geschiedenis kennen, denk ik dan. Nog nooit een zittende premier verslagen is die de economie mee heeft. Maar soms heb ik het gevoel dat ik de enige ben die zich dat realiseert. Thank you.
Hadden jullie het idee dat de spanning erin bleef? Ja. Werd niet en, wat? Behalve wat? Behalve dat je aan het einde echt rustig en gedreven ja. Oké. Okay. Geeft het verhaal ergens aanleiding tot de spanning kwijtraken? Nee. Dus dat houden we nu gewoon zoals het is? Ja, en wat je ook niet moet doen... Nou, wacht even. Houden we dat nu zoals het is? Ja. Yes. Oké, okay, dan moet er nu een spreekversie gemaakt worden. En dan mag je me okay, verder... Dan je... Maar het moet even nu, ja, jongens, want ja, het gaat zo het... snel hier. Remco, als je zo'n klein tafeltje wat daar hoog staat pakt, dan zet ik dat op tafel. Dit? Nee, Remco komt er wel eens. Wacht maar, hiernaast al. Of heb je het al voor elkaar? Oké. Okay. Bijna een tafeltje. Ja. John is weer veranderd hoor, dat moet je realiseren. Dat is weer anders dan wat je net gezien hebt. Ook even, wie telt even potentiële applausmomenten en potentiële lachmomenten? Ja. Tel jij dat? Kolommetje applaus, kolommetje lachen. Ja. Vrienden, vriendinnen, partijgenoten. Wij hebben een missie. Op de straten, in de buurten en op de marktpleinen gaan we die uitdragen. Met alle 80 kandidaten voor de Tweede Kamer. Met al onze mensen in de gemeenten en provincies. Met al onze 60.000 leden. Wij gaan nu 52 dagen voluit campagne voeren voor iedere stem. Want dan kunnen we Nederland echt sterk en sociaal maken. Ja. Een beter Nederland ligt binnen handbereik. Ja. Even die posters, die moet je gewoon herhalen, zodat die even erin blijft. En dat is eigenlijk je hele afspraak. Wat is op 20? Op 22 november, dus 22 november. Ja. Ik weet niet precies wat die tekst is. We hebben niet één leuk. We hebben vijf. Ja. Of twee. Ja. Talent telt, of weet ik wat, iedereen telt. Gelijke kansen voor iedereen zitten. Gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen voor iedereen. Oké, wat zijn verder? Dus houd de spanning vast. En houd de spanning vast. Ja? Houd de spanning vast. Niet een te lang verhaal. Nee, het is niet te lang. Je hebt applaus, je gaat naar de... Hier moet je even je rust nemen. Hè? Niet rennen. Ja. Niet rennen. En daar doe je mee, daar gaan we uit. Nederland heeft behoefte aan een leider die daadkrachtig optreedt als de situatie in het land erom vraagt. Nederland heeft een leider nodig die de hedendaagse problemen begrijpt en permanent met mensen in gesprek is. We hebben een leider nodig die internationaal uitstraalt dat Nederland in de voorste linie van beschaafde volkeren hoort. Gewoon mensen helpen. Daar moest de politiek over gaan. Het tekent Wouter Bos' innerlijke drive om mensen te helpen. Nederland heeft een leider nodig met zo'n instelling. Dames en heren, hier onze partijleider, toekomstig premier van Nederland, Wouter Bos. Het is nu een kwestie van luisteren en overtuigen. Van hard werken en van zelfvertrouwen. Van geloof in eigen kunnen, maar vooral ook geloof in de kracht van Nederland. Een beter Nederland ligt echt binnen handbereik. Wij gaan aan de slag, want wij weten, samen staan we sterker. Dank u wel. Dat mijn intuïtie me in de steek laat. En daar maak ik ook fouten deze keer. Ik weet niet goed hoe dat komt. Ik vermoed dat het komt omdat de campagne zo hard en zo persoonlijk is af en toe. Dat me toch meer van mijn stuk brengt dan ik wil. Ik baal er verschrikkelijk van dat we niet de grootste zijn. Met Wouter. Hoi, kun jij even uitspreken? Ik bel je omdat ik het ver vind om je te vertellen dat in het uiteindelijke plaatje geen plek voor jou in het kabinet zit.